Oké, een goede dag allemaal. Je luistert naar de Net Niet Show. Dit is een samenwerking van de Piratenpartij en LEF. We gaan het vandaag hebben over... De koning is een hoer. Een hoer. Leg uit, Daniel. Weer. Leg uit. Mag weer. Nou, elke week gaan wij, of elke twee weken gaan we een podcast maken over een politiek onderwerp. En dat doen we vanuit anarchistisch perspectief. Wij houden ervan om gelijkwaardigheid na te streven. En wat is er het minst gelijkwaardig in deze samenleving? Dat is toch wel de koning. Is de koning toch wel de kroon van de ongelijkwaardigheid? Spant de kroon. Zeker. En ja. Het zit in al onze taal, in al onze propaganda. Deze uitzending gaan we het hebben over waarom zoveel mensen nou geloven in de koning. En dat we het niet zonder kunnen. En we gaan onszelf even voorstellen, want dan weten jullie ook wie je voor je hebt. Yannick. Ja, ik ben Yannick en ik kom uit Utrecht. En samen met Daniel voer ik campagne voor LEF. De eerste jongerenpartij van Nederland die landelijk opkomt voor de belangen van de nieuwe generatie. En Juri, wil jij jezelf voorstellen? Ik ben Juri, ik ben van de Piratenpartij. En ja, ik kom uit Zwolle. Ik zit nu op een geheime locatie tussen Ommen en Vilsteren. Bij de Vilsterse weg moet je linksaf en dan rechtsaf linksaf. En dan, liften bij willekeurige studenten. Ja, de OV-fietsen waren uitverkocht. Dus ze zijn hier gekomen. Hartstikke bedankt voor het komen. En de Piratenpartij die strijdt voor een vrije informatiesamenleving. Dat betekent dat jij dit mag downloaden, je mag het reposten, je mag het ridiculiseren. Je mag het quoten. Je mag het deepfaken en op porno plakken. Maakt me niks uit. Alles kan, alles mag. Creative Commons, bitch. Daniel. Ik ben Daniel en ik doseer vanaf vandaag aan een VMBO-school in Amsterdam. Ik ben geboren en getogen Amsterdam en vandaag is de eerste dag van Alexia in Wales. Dus dat is meteen een kapstokje. Op haar eliteschool. Ja, en dan gaan we nu over naar de random statistiek van de dag. De random statistiek van de dag. Ja, even kijken. Bitcoin staat op €40.529,59, dames en heren. Woehoehoe! Bitcoin, 40.000. En ja, dat is 0,40% gedaald, hè, afgelopen uur, Yannick. Zo. Ja. Dus, 40% afgelopen uur? Nee, 0,40. Bitcoin vind ik het leukst dat je lekker zo de gevoelens van rijke mensen kan volgen. Zo van, vandaag voelen de Amerikanen zich heel goed. De bitcoin is gestegen. Gewoon een emotie. Ja, precies. Ja. Het is ook gewoon een heleboel mensen die erin investeren met corona. Ik denk echt gewoon zoveel mensen die hebben nu van... Hey, ik kan niet naar een fucking theater. Laat ik dan maar gewoon even wat in bitcoin zetten. En ja, omdat iedereen dat doet, gaat hij omhoog. Dus 40.000, gefeliciteerd. Voor al die bitcoin-eigenaars. Over naar het onderwerp. De koning is een hoer. We hebben een heel mooi boek van Gerard Aalders over ons koningshuis. LEF wil sowieso dat het paleis op de Dam weer stadhuis wordt. Want het kost rete veel geld om dat te onderhouden voor een koning die er nooit is. Maar wat wij in dit boek hebben aangetroffen, werd je daar vrolijk van, Yannick? Nou, ik zou eerst zeggen dat zeker de schrijver in eerste instantie ook niet vrolijk over was. Maar ik was er zelf nou ook niet echt juichend over, nee. Nee, het is wel echt een zwart boek. Een zwart boek? Het oranje zwart boek. De ondertitel is... Intriges, spionage, geweld, corruptie, geldzucht. De ontluisterende geschiedenis van onze koninklijke familie. Het was, ik moet eerlijk toegeven, ik heb hem niet helemaal gelezen. Maar de dingen die ik heb gelezen, die vond ik ook ontluisterend. Mm. Maar we gaan nu het nog niet hebben over wat er mis is met Koningshuis. We gaan eigenlijk het hebben over waarom willen mensen een koning? Juri, heb jij daar een antwoord op? Nou, ik denk... Een koning is gewoon een beetje legacy of zo. Dat was vroeger een ding wat we nodig hadden. En dat is ook gewoon, dat zie je aan hoe het hele Nederlandse politieke stelsel is opgebouwd. Van Tweede Kamer werd gebouwd en zei de elite van we willen ook een plekje. Oké, Eerste Kamer gebouwd. Het is de koning, ja. Voor de duidelijkheid, de Eerste Kamer was voor de adel oorspronkelijk. Ja, is het. Is voor de adel. Ja, kijk nou even wie er in voor de adel. Ja, die kan een hele bingo kaart aan nevenactiviteiten daar vinden. Alleen ja,
Ik denk, die koning, die hebben we gewoon omdat niemand durft te zeggen in een politieke podcast. De koning is een hoer. Dus bij deze dan? De bij deze, de koning is een hoer. En voor de mensen die denken, dat mag niet. Sinds begin 2020 is majesteitsschennis opgeheven als strafbaar artikel in ons wetboek van strafrecht. Ren naar buiten en schreeuwen door de straten. Koning is een hoer. Koning we hebben is een to-do-lijstje voor deze uitzending. Even kijken, ik pak hier het artikeltje erbij voor majesteitsschennis. Wij gaan vandaag opzettelijk de koning beledigen. En dat wordt dus vanaf 1 januari 2020, wordt dat niet meer gestraft. Dus we gaan opzettelijk de koning beledigen, begreep ik. We gaan de echtgenoot van de koning. Gaan we die mag beledigen? Ook beledigd mogen worden, we ook beledigen? Zeker. We kunnen alles doen. We kunnen een geschrift of een afbeelding waarin een belediging voorkomt van de koning. Dus ik ga een politieke meme zoeken. Ik ga een meme zoeken waarin de koning belachelijk wordt gemaakt. Misschien vandaag. Kan iemand dat thuis doen. Als je nou echt een mooie tekening kan maken waarin je de koning beledigt. Stuur hem op. Stuur het op en onder de hashtag de koning is een hoer. Dan kom je bij ons Insta terecht. En gebruik hashtag de net niet, hashtag net niet show. Net niet show. En waarom heet het de net niet show? Is omdat we hier ook politiek incorrecte dingen mogen en kunnen zeggen. Want vrijheid van meningsuiting is super belangrijk. Maar het opzettelijk beledigen van de koning is niet het doel van deze uitzending natuurlijk. Want de koning is gewoon een stroomman, toch? Het is gewoon eigenlijk een soort kop van Jut. Een dankbaar symbool wat wordt gekapiteld. Als het weer in de media over inhaligheid gaat en gierigheid. Maar eigenlijk zijn er een heleboel mini-koninkjes in onze maatschappij. En omdat de koning wegkomt met allerlei bullshit, met klassejustitie, daarom komen al die andere mensen ook weg met inhaligheid. Dus eigenlijk gaat het niet alleen over deze koning. Het gaat over alle mini-koninkjes die zichzelf aan de top van een piramide plaatsen. Wie zijn die precies, die mini-koninkjes? Dat zijn dynastieën, familiedynastieën, die holdings en trusts oprichten in Nederland, die belasting ontwijken en die eigenlijk hun erfelijke lijn, hun kinderen, hun nazaten, een voorrangsbehandeling geven. Ja. En dat is eigenlijk de echte fout in de maatschappij. Het gaat niet om die ene koning. Het gaat om al die onderkoningen die onze hele maatschappij gewoon best wel naar de rand van de vernieling helpen. Ik heb ook, ik zal geen namen noemen, ik heb ook nog wat vrienden van mij die zitten op een gymnasium in Utrecht. En die vertellen ook dat er in hun leerjaar alleen al 5 adelen zitten. En dat is echt zo. En die hebben ook, die wonen dan in een grachtenpand natuurlijk. Met een daarvan zelfs nog een oud VOC-schip, VOC-kanon. In het huis. Ja. En die zitten dan natuurlijk op het gymnasium. En die zijn naartoe. Die zijn daar naartoe geduwd door hun ouders met alle mogelijke hulpjes en labeltjes die je kan krijgen. Huiswerk, begeleiding, privéschool. Ik weet niet hoeveel die kostschool van Alexia kost in Wales. Maar jij zei net, Juri, het zijn 350 leerlingen die daar jaarlijks worden geselecteerd. Het gaat om selectie. Ja, Alexia die is nu naar een nieuwe privéschool in Bridgend. En dat is net op de NOS gekomen. Even kijken. Alexia die heeft vandaag haar eerste dag. Ze is troonopvolger, dus fuck jou Alexia. dus we mogen haar ook beledigen. Dat sinds 1 januari vorig jaar. Even kijken. Nee, ze gaat vanaf het gymnasium naar een exclusieve kostschool in Wales. En er worden in totaal 350 mensen per jaar naar binnen gelaten. En ja, is goed. Selectie bij de poort. Ik ben gewoon heel tevreden als mijn kinderen gewoon goede kans krijgen, weet je wel. Als mijn kinderen het niet maken, wie dan wel? En daar heeft onze familie al gewoon lang voor gewerkt, zeg maar. Dus het is niet dat het uit het niets komt natuurlijk, hè? Nee, jouw vader was er ook handelaar. Ja, en zijn vader, en zijn vader, en zijn vader. Dat zit in de familie en dat moet er ook in je blijven. Je hebt hardwerkende mensen en je hebt mensen die volgen, hè? Ja. je hebt sierpaarden en je hebt werkpaarden en ik ben gewoon een paradepaard. ik vind gewoon, ik moet gewoon het symbool zijn voor dit land en daardoor blijft het bijeen. En zonder mij was dit hele land naar de hel en de verdoemenis gegaan. Ja, dat is goed. Dat is goed. Oké, maar nu even naar de reden dat zoveel mensen eigenlijk een koning willen. Want ik vroeg het net al aan Juri. Ik heb ook mijn eigen theorie. Je zei net van je hebt volgers of en mensen. Ja? Even ertussen inderdaad. Inderdaad ook toen we zaten in de trein en wij hadden al een voorgesprek over de podcast.
En ja, het was al natuurlijk duidelijk te horen uit onze woorden dat wij fel tegen waren. En er waren mensen rechts achter ons. En ik hoorde, al daarvoor hoorde ik hun praten over de elite en weet ik veel, rijke witte mensen. Dus ik dacht, oh, dat zijn progressievelingen. En toen Daniel, we kwamen in gesprek met hun. En toen jij naar hun mening vroeg over de koning, hadden ze daar eigenlijk niet een heel sterk woord voor. Dacht, ja, prima. Ja, heb ik niet eigenlijk over nagedacht. Ja, precies. En dat is zo boeiend, want volgens mij, als je begint na te denken over de koning, dan word je er tegen. Als je erover nadenkt, dan kan je er eigenlijk niet voor zijn. Dus er zijn wel een aantal argumenten te benoemen die mensen aandragen van, de koning is een supergoed handelsmerk, want daardoor komen we binnen bij al die koninkrijken in het buitenland, die ook malafide praktijken hebben. En dat moeten we eigenlijk vasthouden, want Beatrix en Willem-Alexander, ze brengen geld in het laatje. Nou, dat is nog nooit gekwantificeerd. Het is nog nooit wetenschappelijk onderzoek dat het bewezen is. En al zouden ze geld in het laatje brengen, voor wie? Vraag ik me dan af. Ja, voor zichzelf, zeg maar, voor, ja, precies. Niet voor de gemiddelde tiener in... Nee, Willem-Alexander, de hele koninklijke familie heeft aandelen in Shell. En daarom heeft het dus ook het predicaat koninklijk. Dat wordt verleend door de koninklijke familie. En de Bin Salmans in deze wereld, dat is de sheik van Saudi-Arabië. Die een, dat is de troonopvolger, niet de huidige. Fuck de sheik. Fucking klote sheik. MBS. Die Jamal Khashoggi heeft ja, maar onthoofd. Saudi-Arabië is nog niet delen. Is nog niet Mohammed bin Salman, toch? Dat is toch de troonopvolger? Oh, is hij nog niet de koning? Nee, volgens mij niet. Oké, nou, fuck de troonopvolger. Mogen we ook doen, hè? Fuck de troonopvolger. En al die families hebben dus relaties. Nou goed, dat is dus geen argument dat Beatrix en Willem-Alexander zo goed zijn voor de economie. Dan komen mensen met het argument, nou, ze zijn een verenigende factor. Ze staan boven het volk. En daarom kunnen wij met z'n allen samen zijn. Nou, er zijn meer republieken in de wereld dan monarchieën. En in die monarchieën is het niet heel veel beduidend veel beter dan in een republiek. Dus dat is ook een soort van, leuk. Zo niet dat Duitsland een veel minder sterk bindend verhaal heeft dan Nederland. Als ik de grens overga naar Duitsland, dan voel ik meteen, hier is geen koning. Hier is gewoon geen koning. Het is geen identiteit. Ik voel dat ze gewoon, ze geloven er ook niet in. Nee. Het is gewoon een nep. Alsof ze niet echt met elkaar praten. Ze praten gewoon niet echt. Niet met ook bij Frankrijk. Bij Frankrijk heb ik dat ook. Als je de grens van België naar Frankrijk. Ja. België wel nog, met zekere mate wel. Ja, want die hebben ook een koningshuis. Ja. Wat eigenlijk gewoon in het leven is geroepen toen Nederland zich... toen onze koning heeft helemaal opgefokt, waardoor België ook een onafhankelijk land is geworden. Maar goed, dat is voor een andere uitzending misschien. Maar waarom is er een taalstrijd in België? Waarom heb je Vlaanderen en Wallonië? Is omdat er een fokt op koning was, Willem I. Die wilde niet toegeven aan de Belgen. Die vonden dat de koning hen niet serieus genoeg nam. Goed, gigantische clusterfuck, waardoor nu Brussel een soort rare hybride stad is. Met 90% Franstaligen en 10% Nederland. Nou, heel België, jullie hebben te danken aan onze koning. Dus jullie kunnen het ook zeggen, fuck de koning. Even een los eindje. De koning het staatshoofd van Saudi-Arabië is Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dus dat is niet... fuck jou. Fuck jou, Salman. Alleen Mohammed bin Salman die is wel invloedrijk in Saudi-Arabië, begreep ik. Maar hij is ook troonopvolger, dus fuck hem. Ja. En fuck iedereen. Voor de doemenis, je mag naar de hel van mij. Nou is er nog, hel bestaat niet overigens, maar goed. Je hebt dus nog één echt waanzinnig goed argument. En dat is Koningsdag. Ja. Dit is ook precies waar ik nog op wou komen inderdaad. Waarom is het Koningshuis alsnog zo populair? Waarom is het zo leuk? Omdat we anders ons niet in oranje mogen kleden. En op Koningsdag vrijmarkt. Lam zijn. En dan de ochtend daarna je laatste oranje tompoes opeten. Dat is het ultieme geluk. En ik denk dat die symbolische waarde die we hechten aan stabiliteit, dat die wordt gevangen in het Koningshuis. En eerlijk gezegd, er valt wat voor te zeggen dat je in een politieke trias politica ook een stabiel element hebt. En in Amerika zijn dat senatoren. In Nederland heb je ook de Eerste Kamer waar mensen heel lang kennis van het instituut overdragen. Wat helemaal ondemocratisch is overigens. Want in die Eerste Kamer zitten heel veel rijke mensen uit die familiedynastieën. Als je een stabiel element wil hebben, dan denk ik, kies gewoon je koning. Dat is hoe het vroeger gebeurde. Ja,
Ja, op zich het idee van een koning is van, ja, je hebt die regeringen en die zijn iedere 4, 5 jaar of iedere 10 jaar of iedere 15 jaar of hoe lang Rutte dan ook leeft, zijn die anders. En dat maakt het ja, minder makkelijk voor buitenlandse koninkrijken en andere landen om mee samen te werken. Alleen ik denk dan van, ja, maak het verkozen of zo. Alleen stel je voor, we willen iets van die traditie eraan behouden. De koning is zo'n legacy iets. En dan denk ik van, nou, kijk dan gewoon even naar andere historische figuren die we in Nederland kunnen gebruiken. Die we dan ook kunnen gebruiken om onze politieke doelstellingen Wie? Te bewerken. Nou, oké, kijk. Je hebt dus, sorry voor de wind. Ik zet zo jullie microfoon weer aan. Hij kan weer. Yes, we hebben dus de koning nu, hè. En die maakt af en toe zijn apologies voor Indonesië en al die dingen. Alleen ja, zelfs als Mark Rutte, die zegt dan van, ja, nee, ik was er toen niet. Nou, wie is er altijd geweest, is fucking onsterfelijk en is een ten derde ook nog gewoon een centrumpunt voor Nederland. Verkeerde. Maak fucking Sinterklaas de koning. We zetten Sinterklaas, zetten we op een vliegtuig naar Amerika, naar Saudi-Arabië. Hè? We nemen wat pieten mee. We nemen wat pieten mee en dan gaat hij een toespraak houden. Een toespraak houden aan het andere staatshoofd. Met een boek erbij, met alles wat Donald Trump, Joe Biden, wat Xi Jinping, wat Angela Merkel of wie komt die na nou, wat die goed en fout hebben gedaan. Hij schrijft het op in een boek, in een gedichtje. Ga je in de zak. Anders ga je in de zak naar Spanje. Nou, Spanje, nou, dat wordt lastig met staatshoofd van Spanje. Ja, gezien onze geschiedenis is lastig met Spanje. Spanje is toch echt onze anti-koning. We hebben ons dus vrijgemaakt als republiek, ooit. Van Spanje, van het koninkrijk daar. Die wilden meer belastingen innen. En toen zijn we na 200 jaar, echt na 80 jaar bittere strijd, eindelijk onafhankelijk geworden. Vrede van Münster, getekend op 15 mei 1648. En 200 jaar later, in het rampjaar, komen de Fransen. De Fransen steken de IJssel over, die is bevroren. En die nemen Nederland in en Napoleon zet een kleine, ja, een achteraf neefje in het paleis op de Dam, Lodewijk Napoleon. En sindsdien zitten wij weer vast aan de koning. Terwijl we dus een historische prestatie hebben geleverd. We, hè, want wij waren daarbij. Wij hebben gezorgd dat we weer de eerste republiek waren sinds het Romeinse Rijk in de moderne wereld. Dat is toch gewoon een geweldige prestatie. Dus daarom stel ik voor, op 15 mei hebben we de dag voor de onafhankelijkheid. Ja, dat is onze vervanging. Wel geïnteresseerd over dat idee van Sinterklaas. Maar ik vind dit 15 mei verhaal ook heel sterk. Nee, ga door. Ja, en dan hebben we ook... Wacht even. Het geluid Fien, nog wel. Fien ja. komt even we hebben bezoek dit is onze van de kat. Koninklijke kat. Koninklijke kat. Of jij wordt we maken koningin. Ja, we maken ik denk dat ze het goed zou kunnen. En dat is ook mooi, hè, 15 mei. Want dan hebben we 1 mei, Dag van de Arbeid. 5 mei hebben we bevrijdingsdag. En dan 15 mei... Onafhankelijkheidsdag, Vrede van Münster. Precies. Eerste republiek ooit. Sinds het Romeinse Rijk. Maar Sinterklaas, ja, interessant. Ik weet niet hoeveel mensen, woke mensen, dit heel leuk zouden vinden. Want het is weer de kerk, hè? Het is de kerk of de adel. Het is een beetje, hij is wel heilig. En het is een man! Ja, en het is een man, een witte man. Stel even, een witte man, maar die kan ook gewoon sorry zeggen voor de slavernij. Hij was erbij. Hij is onsterfelijk. Hij was erbij. Inderdaad, dat is wel het En het heeft dezelfde mythe. Het heeft dezelfde mythische status als een koning. En het is een sprookje waar we met z'n allen in geloven. Terwijl het overduidelijk niet echt is. Willem van Oranje heeft totaal niet zoveel genetische hoe noem je dat? Overeenkomst met Willem-Alexander als met mij. Het maakt niet uit. Iedereen is inmiddels zo ver vertakt. Die hele man die heeft niks. Die heeft geen directe lijn met de Oranjes van toen. Nee, Sinterklaas is. Maar dan kunnen we. Oké, dan hebben we dus wel het verkozen element. En dan kiezen we gewoon iedere keer een Sinterklaas. Een andere Sinterklaas. Een andere Sinterklaas. Nee, we toch de maar traditie. Dan ook vrouwelijke en trans en non-binary. Ja. Alle of mensen. Een alien of een kat kan ook Sinterklaas zijn. Kat kan ook Sinterklaas. Ja, precies. Als iemand gewoon zegt: fuck it, mijn kat. En iedereen is hyped voor de kat. Dan is het mogelijk. Ik zweer het je. Fien zou zeg maar meer stemmen kunnen krijgen dan Willem-Alexander. Dat is ook wel veel... Als een verkiezing. We moeten gewoon een online poll doen.
Miauw. Dit is toch leuk? Ik kan hier meer om lachen. Ik haal meer genoegen uit een kat dan uit de koning. Ja, als je de koning uit, wordt hij echt pist. Dat is gewoon... Nee. Die is niet zo aaibaar. Oké, maar... Nee, niet mijn laptop. Maar een paar opzienbarende dingen uit dit boek. Want ik wilde toch wat dingen, ja. Delen met jullie over wat we nog niet weten over het Koningshuis. Nou, een paar miskleunen die de familie heeft gedaan. Onlangs heeft Prins Bernhard natuurlijk Zandvoort binnengesleept. En het enige evenement wat door mag gaan. Waar artiesten toevallig gratis mogen optreden als ze willen. Want dat is een gunst van het Koningshuis. Zijn ze zo dankbaar. Dat is gewoon een van die vele schandalen. We weten, Prins Bernhard had buitenechtelijke affaires. En daar zijn ook kinderen uitgeboren. Die kinderen krijgen weer een toelage van de staat. Of maken recht op de erfenis. En je weet gewoon, bij een koningshuis hebben ze zoveel macht. Ze zijn zo onaantastbaar. Dat ze gaan niet de cel in. Sowieso, je hebt nu die Prins Andrew, hè, die dus gewoon pedofiel. Nou ja, ja, die gaat gewoon met kleine kinderen naar. Of met minderjarigen is die. Dat is de dochter van Queen Elizabeth. Nou, die mensen maken zich schuldig aan zulke wanstaltige dingen. Omdat ze zoveel macht hebben. Macht corrumpeert. En de koning zelf is daar ook debet aan. En hoe zien we nou dat onze koning, zeg maar, fout is? Ten eerste doordat hij dus bij Koningsdag heeft hij ingevoerd, we gaan bedrijven ons laten sponsoren. Dus ik zei al eerder al van de koninklijke familie heeft aandelen Shell. Oh, deze Koningsdag? Deze Koningsdag. Nou, zeg maar, sinds hij koning is, sinds 2014, mogen bedrijven, zeg maar, een boodschap inkopen. En dat is zo fout, omdat je dus een soort van belangenverstrengelingen hebt. Zo heel duidelijk het bedrijfsleven en de koning samen onder één hoed. Of onder één pet zijn ze gewoon dingen aan het bekokstoven. Mark Rutte hebben we al gezien met de dividendbelasting en dat busje van CEO's dat zomaar naar binnen mocht rijden. En dan zou de koning ook nog zogenaamd, zeg maar, het symbool zijn van het volk, toch? Dat hij gelijk staat aan ons allen. Ja, koning. Dat is uiteindelijk het idee. Een koning is een primus inter pares. Dus de eerste onder gelijken. Die zou het meest voorbeeldige gedrag moeten tonen. En dat is nou met zijn speedboot van 2 miljoen en zijn villa in Griekenland. En handen schudden met de multinationals, met de Koningsdag. Is nou net niet de ideale figuur voor voorbeeldig gedrag. Dan vind ik zelfs de paus, zeg maar, die een soort van, er zit ook een heel media-offensief natuurlijk achter, maar die niet zo rijkelijk leeft als de vorige paus. Dat is dan nog een beetje beter, weet je wel. Dat is de eerste paus uit een Zuid-Amerikaans land. Anyway. Wat heeft koningin Juliana gedaan en Wilhelmina? Zij hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden ze gevlucht naar Londen. En het idee, we moeten het Nederlandse verzet laten samenwerken. We moeten ervoor zorgen dat zij door ons bevoorraad kunnen worden. Nou, leuk idee, maar daardoor zijn dus heel veel verzetsgroepen opgepakt. Omdat ze doordat ze dus communicatie gingen onderhouden met de koning, konden de Duitsers dat aftappen. Dus Dat was al zo'n debiel idee, dat je denkt, bemoei je gewoon niet met dingen waar je geen verstand van hebt. Doe het decentraal, hou het decentraal en ga niet je centraliseren. Ik als koningin zal het wel even oplossen. Letterlijk daarna heeft ze dus geschreven van, oh, ik had zo graag bij de troepen, bij de Grebbeberg, zij aan zij willen sneuvelen in de linies. Dat je echt denkt, in haar biografie staat dit, hè? Haar biografie eenzaam, maar niet alleen. Dan denk je van, ja, de Rijksvoorlichtingsdienst, die schrijft al die boeken. Die doet 24 uur per dag gewoon hun best, doen ze om het Koningshuis buiten de wind te houden. Heel sympathiek dat Amalia, die ziet nu af van haar vergoeding. Ik vond, toen ik dat eerst hoorde, dacht ik, nou, dat is sympathiek. En toen dacht ik van, wie heeft dit bedacht? Ja, toch? Heeft zij dit bedacht? Ik geloof het. Ja, waar heb je die 290.000... Nee, hoeveel was het? Het is een beetje ik denk dat het een charme-offensief is. 1,3 miljoen of zo. Het was moeilijk veel geld voor een 18-jarige. Nou, tenminste gaat ze niet investeren in aandelen om vervolgens een goede doelen te geven. Een paar maanden later vertrouwen, komt wel goed. Ja. Zoals, het zijn nog net geen Siewerts. Misschien moeten we Siewert gewoon koning maken. Dan is het tenminste eerlijk wat er gebeurt. Dan is het heel transparant slecht. Ja. Nee, de Prins Bernhard heeft dus ook gewoon, die werd aandeelhouder in een of andere, of voorzitter van een soort beursgenoteerde firma. En die werd later van de beurs afgehaald en alle investeerders stonden met lege handen.
Kan je heel erg de kat horen nu? Ja, maar dit is podcast. Er is een kat. Dit is reality. Nog, als je nog niet hebt gehoord. Do you see the cat? Do you see right the cat? Here. Ja, er is een kat. Die is hartstikke leuk. Nee. Nog wat opzienbarende feitjes. In de jaren 70 werd dus de inboedel van het Koninklijk Huis verkocht door de koningen en koninginnen aan de Nederlandse staat. Het was al van de staat, want wij hebben het gemaakt. Wij hebben het geschonken aan de koning. Nou, toen hebben zij bedacht, nou, je hebt het geschonken, dan verkopen wij het weer. En nu betaalt de Nederlandse schatkist dus jaarlijks in de orde van 400.000. Nee, hoeveel was het? Het was van de staat en toen kochten we het nog een keer. We kochten het gewoon nog een keer. Want de koning heeft altijd te weinig geld. Die moet altijd meer indruk maken op de buurt. Koningen en de buurtkoninginnen in het internationale circuit, in de jet set. En laatst is ook dus gewoon een kunstwerk, een Rubens, geveild uit de collectie, uit de nationale collectie. Die tekening? Ook, ja, die tekening die was zeer zeldzaam en die was eigendom van de staat. Maar dan wel een stichting van de Oranjes, waar de staat dan het beheer van doet. En dan hebben ze geld tekort en dan verkopen ze gewoon zo'n schilderij zonder dat het aan een Nederlands museum aan te bieden of wat dan ook. En eigenlijk, ja, dit soort waanzinnige ideeën horen we ook uit het buitenland. Dus de Spaanse koning Carlos, die ook weer 5000 minnaressen had. En nu op een eiland ergens wordt weggestuurd. Ze zijn naar het Midden-Oosten gegaan, toch? Ja, ergens bij de Emiraten. Gewoon, ja. En dat is, het is zo voorspelbaar dat je denkt, waarom tolereren we deze bullshit nog? Waarom zijn we niet gewoon een republiek? Dat kost minder geld. Het is slagvaardiger. Je hebt geen banden met corrupte andere koninkrijken. Dus je bent eigenlijk meteen van een heleboel problemen af. Ik denk dat niet genoeg mensen het gewoon het weten. Die hebben er niet zoveel, die besteden er niet zoveel aandacht aan. Of ja, je hoort het ook nooit. Hè? Het komt echt zo'n groot centraal wat echt gaat over vele euro's. Dus maar hoe wordt het? Ik ga gewoon even cijfertjes noemen. Ja. Ten eerste, ben jij een troonopvolger, fuck jou. En word je naar Wales gestuurd? Het is vandaag 22 graden, een beetje bewolkt. De hele week blijft mooi. Donderdag, vrijdag, lekker zon. Ga lekker naar buiten, zou ik zeggen. Die kan je in je zak steken. Ja, mooi weer daar. Dus dit weekend gaat het wel een beetje regenen. Maar het komt vast wel goed. Een cijfertje. Als je alle kosten van, dit is trouwens van de Republikeinse Partij, de Partij van de Republiek, die hebben meegedaan met de Tweede Kamerverkiezingen. Als je alles bij elkaar optelt en hoeveel het Nederlandse Koningshuis kost. Ik ga er gewoon even een quiz van maken. Okay. Daniel, wat denk jij? Hoeveel kost het Nederlandse Koningshuis? Per jaar. Per jaar, ja. 210 miljoen. Jannik. Ik vind dit echt een hele moeilijke. Nou, 100 miljoen? 400 miljoen. 400 miljoen? 400 miljoen. Bijna een half miljard. Elk jaar. Ja. Ja. En dat zou ook naar andere dingen kunnen gaan. Ja. Wat kunnen we Want wat komt er tekort, zeg maar? Waar hebben we bijvoorbeeld hoeveel... Kunnen we heel veel speedboats kopen met 400 miljoen? Iedereen een speedboat. Laatst hadden ze toch berekend van als je de belasting die ontdoken wordt door de elite... Mm-hmm. Wereldwijd. Was jij die dat zei, Juri? Ja, ja. Kan je elke seconde een jaarsalaris van een verpleegkundige... In een westers land. Dus ieder seconde inderdaad een volledig jaarsalaris van een zorgmedewerker. En dan denk je misschien van... Ja, nou, maar in Zuid-Afrika daar krijgen de zorgmedewerkers 20 euro per decennium. Nee, nee, nee. In een westers land, weet ik het, fucking Finland, Nederland, dat soort dingen... daarvoor kan je een heel jaar salaris betalen, iedere seconde. Dat is hoeveel belasting. Ik weet niet hoeveel secondes er in een jaar zitten, maar dat is fucking veel. Aardig wat. Dat wat. Is echt gewoon. Zullen ze tellen? Eindeloos massages. 1, 2, en, nee. En sporttherapie en zoveel geld. Er zitten, even kijken, dat er zijn, je zou 31 miljoen zorgmedewerkers erbij kunnen hebben op het moment dat, Dat er geen belastingontduiking was. Ja. Zo lelijk, ja. Nee, die straffeloosheid, dat is het ergste. Dus ze maken allemaal schandalen
dat zit in hun aard. Ze moeten schandalen maken, blijkbaar. Anders dan zijn ze ook geen koning. Ja, anders is het ook niet spannend, hè? Ik bedoel, je zit de hele tijd in zo'n huis. Je kan eigenlijk niet iets doen. Je wilt toch gewoon een beetje plezier. Ik bedoel, als ik de koning was, ja. Kom op hoor, speedboats, sheiks. Kijk, het probleem... Speedboats, sheiks, stripper, alles. Het probleem aan de koning is dus dat zij... ze zitten zo ingenesteld in shit. Maar onze verkozen premier, die zit met dezelfde... Ze hebben gewoon een blackmail list van elkaar. Dus als de koning, zeg maar, niet meer geld krijgt van Rutte, dan gaat de koning gewoon zeggen, ja, Rutte, ik weet hoe het zit met jou. En, die belt NOS en... Ja, het is gewoon, die onderling is daar zoveel gefluister en het is zo'n inside wereld met selectie bij de poort. Je komt er niet bij. Wij zijn exclusief gezelschap. Je mag maar een beetje weten. Maar dat is het mooie aan dit boek. Hier zitten dus allemaal mensen die voor de Oranjes hebben gewerkt. Of andere royalty uit het buitenland. Het is een beetje een lek. Eigenlijk hier staat superveel informatie gewoon van de eerste hand in. En dan zou vast wel nog heel veel niet in staan, denk ik. Ook. Maar er wordt zoveel gepraat, weet je wel. Het is eigenlijk een openbaar geheim dat ze corrupt zijn. Ja. En als je dat dan... Ja, als je dat wil uitroeien, als je zeg maar wil stoppen met zo'n koningshuis, dan moet je eigenlijk... Ja, ik weet dat het staatshoofd heeft dus minder macht dan vroeger bij de formatie. Of weet je wel, ze zijn niet meer... Beatrix deed nog de formatie, hè? Ja, Beatrix was gewoon ook een politiek element. Ja. En Willem-Alexander is dat ook in zekere zin. Ja, hij praat nog twee wekelijks gesprek met Rutte. Ja, dus zijn gewoon permanent hebben ze invloed op wat wij willen en wat wij doen. Maar de enige oplossing is natuurlijk dat je... Of zoals het in de Republiek ging. Toen hadden gewoon een heleboel kooplieden die hadden geen zin meer in belasting betalen. En die dachten, oké, we hebben die koning niet meer nodig. Of zoals de Franse revolutie met heel veel geweld. Of zou dat kunnen... Willem-Alexander heeft zelf al gespeculeerd. Het zou kunnen zijn dat ik niet meer koning ben aan het einde van mijn leven. Dus dat ik niet mijn hele leven koning ben. En ook niet omdat ik het heb afgestaan, het koningschap, aan mijn dochters. Heeft hij dat zelf gezegd? Ja, hij heeft gezegd, misschien ben ik wel de laatste koning van Nederland. En dan denk ik, oké, het kan dus ook op een vreedzame manier. Zelfinzicht. Voor de koning. Maar dan wordt het dus een anonieme familie die alsnog heel veel misdoet. Want ze zijn gewoon die onaantastbare elite. Wordt het gewoon een elite familie inderdaad. Ja, en dan overigens, de kroondomeinen die zijn geschonken door Juliana aan de staat. En waar wij dus ook elk jaar exploitatiekosten aan voor betalen. Die gaan dan ook weer terug naar de familie. Dus alles wat wij aan de koninklijke familie ooit van hun hebben gekocht... Zoals de Groene Draak of hun privéjet, die krijgen ze dan gewoon weer terug. Dat is wel goed geregeld door ze, vind ik. Maar denken jullie van, oké, trouwens, ja. Ja? Ja. Oké. Denken jullie dat als we geen koning meer willen, dat je dat met een parlementaire meerderheid, volgens mij kan dat niet. Er moet een fucking groot schandaal zijn. GroenLinks heeft nadrukkelijk, die zegt nadrukkelijk dat ze voor een republiek zijn. Ik weet het eigenlijk niet van meer partijen, Jury. Misschien weet jij welke andere partijen echt nadrukkelijk. PvdA zeker niet. SP was altijd tegen. SP. En D66 van Mierlo was ook moordicus tegen het Koningshuis. Wij zijn tegen, maar we betekenen niks. Misschien is het ook weer zo'n constructie zoals die je hebt in Groot-Brittannië. Van... Ja, in feite, alles is gebouwd op de koning. Alles, tuurlijk, papieren werkelijkheid, bullshit. Alleen, ja... Het hele verhaal is er een beetje omheen gebouwd. Ja, het verhaal is omheen gebouwd. En ja, ik denk dat het parlement nog steeds indirect was een macht ontleend aan de koning of zoiets absurds, weet je wel. Dat... Van God. Direct gezag van God, ja. Via de koning. De koning heeft de macht gekregen van God en... Het parlement en het kabinet is in dienst van de koning. Dus het soort, je moet erop zweren, ja. En zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ja, en je moet de koning dus erkennen als staatshoofd. Een paar mensen doen dat niet. Die gaan dan niet naar Prinsjesdag, gaan niet naar de kerk. Maar dus stel, we hebben 15 mei gaan we... We beginnen gewoon met vieren. We beginnen gewoon te verklaren dat we een republiek zijn. Dat gewoon zelf doen. Dat doen wij in Amsterdam. Daar hebben we de straatnaambordjes. Daar staat Republiek Amsterdam. En wij gaan ons onafhankelijk verklaren van de koning. Dit gaan we doen.
Wij gaan dat doen. Dit kunnen we organiseren. Niet komende 15 mei, of misschien 5 november, weet je wel. De Gunpowder Plot. Remember. De 5th of Sinterklaas november. Sinterklaas dan niet jarig? Nee, 5 december. Het begint ook van de andere kant. We hoeven niet te wachten op de koning voordat we onafhankelijk zijn. Inderdaad. Uiteindelijk is het gewoon een verhaal waar de meeste mensen in geloven. Dus we gaan gewoon zelf een verhaal maken. En als we genoeg mensen weten te krijgen die daarin geloven, dan bestaat het. En maar dat betekent dus ook dat je geen Disney films en zo meer leuk mag vinden. Want daar zitten koningen en prinsen en prinsessen in. Ja, ik kijk toch geen Disney films. Ik moet zeggen, ik geniet wel van Disney. Maar het is eigenlijk zo'n instituut wat het koningschap verheerlijkt. Want al die meisjes en al die jongens, die groeien op met het idee, ik moet die prins op het witte paard zijn. Ja, zijn prinsesjes en prinsen. Ja, ridders. Dat is denk ik ook een deel waarom heel veel mensen niet de koning willen afschaffen. Want ze zijn eigenlijk jaloers, ze willen zelf ook wel koning zijn. Denk je? Ja, toch? Zou jij niet koning voor willen zijn? Voor één dag, maar voor de rest verder niet. Ja, je zit ook opgesloten in een glazen huis eigenlijk. Yannick, wil jij je haiku van vandaag voorlezen? Of het is meer een voordracht? Met een symbolische sigaar. Ik rook zelf niet. Het is puur symboliek. Het is allemaal CGI dit trouwens. Het gedicht heet Vorsten en Worsten. Zijn vorste lichaam van worst, waaruit elke porie een vettige barbecue saus druipt als zweet. Uitgebroken bij het wegmoffelen van intrige, corruptie, geweld en geldzucht, druipt over zijn vatzige lichaam van oesters. Gelukkig heeft hij het hof, die met wat staatspapieren zijn koninklijke wangetjes wel kan schoonvegen, om vervolgens de papieren nonchalant de prullenbak in te gooien van niet mijn verantwoordelijkheid, of de letterlijke prullenbak. Hoeveel doden, slaven en onderdrukten zitten in die prullenbak? Een geschiedenis vol van afval. En wij zitten ook in de prullenbak. Want elke munt die de oesterkoning uitgeeft met zijn eigen hoofd erop, is een munt, één stap, één onderneming minder voor ons. Want elk luxe broodje, elk Grieks huisje en elke meubel is een stap in de vrijheid minder voor ons. Gepropt in een prullenbak, verblind door staatspapieren en leugens. Maar niet getreurd. Er is hoop in de kleur van oranje avondlicht, want als de zon ondergaat, feesten wij in tenten, huizen en zalen, terwijl het huis van de koning vastgeroest zit in zijn eigen verleden. Hij kan geen stap zetten. Voordat op detail is berekend welke richting en voordat elk vet deeltje van barbecue saus is verwijderd. Ze zijn vergeten dat hij bij elke dode, elke slaaf en elke onderdrukte hun gouden huis van privilege krimpt in vrijheid. De spiegelzalen worden kleiner, de parels komen angstaanjagend dichtbij. Het marmeren plafond valt naar beneden en de koning onderdrukt zichzelf. Wauw. Dankjewel. Woe. Mooi. Nice. Zitten wij op het einde van deze aflevering? Jury, jij nog wat wil zeggen? Ja, nee, ik wilde gewoon even een komisch beeld schetsen. Stel je voor, jij zit in de rechtszaal. En je maakt je zorgen. Want je wil wel goed behandeld worden in een rechtsstaat. Hè? We hebben rechters en zo, onafhankelijkheid en allemaal los. En ze zijn blind, de rechtspraak is blind, allemaal dat soort dingen. Dan gaan ze je van overtuigen. De advocaat zegt, nee, je hebt je niks om zorgen over te maken. Je woont in een goede rechtsstaat. Je hebt onafhankelijkheid. Macht is blind. En als symbool van de gelijkheid, van de gelijkwaardigheid, hangt boven de rechters Willy Wartaal. Willy Wartaal. Willy Wartaal. Die hangt daar boven, gewoon met zijn oranje kop, met zijn fucking, hoe heet zijn, zijn dode dieren jas aan. Heeft hij nou van? Heeft hij harlekijnenmantel? Nee, een marter, harmelijnenmantel. Ja, nee, dat ging ook over die beestjes die allemaal corona veroorzaakten. Ja, dat is het gewoon. Nertsen. De koning heeft corona veroorzaakt met al die mantels die hij wil hebben van, hoe heet die kleine beestjes? Nertsen. Van die fucking nertsen. Het is de koning. Ik fucking wist het. scherp. Corona-koning. Hashtag corona-koning. Ik zou Willy Wartaal wel als koning willen zien. Oh, absoluut. Ja. 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 Willy Wartaal, zeker. Als je kijkt. Dit is aan.
Ja, en ja, de farao der Nederlanden kunnen we hem toe uitroepen. Ja, Arjen Lubach. Arjen Lubach zou ook een betere koning zijn. Ja. Hoewel, niemand is echt een geschikte koning, denk ik. Nee, niemand is koning. Oké. Okay. Dit was hem. Dit was hem. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Abonneer je voor... Je gaat nog op LEF, Nederland, Piratenpartij. En zorg dat je volgende week weer gaat luisteren. Of over 2 weken zijn we terug. Yannick, heb met je een nieuwe haiku. Met een nieuwe haiku. Yannick, heb je een vooruitblik? Welk thema voorbij gaat komen? Waar we het nog allemaal over gaan hebben. Hoe gaan we het nog hebben over social media? Gaan we het geloof ik nog hebben? Zeker, zeker, zeker. De Mark Zuckerbergs zijn next. De families. De families. De andere dynastieën. De nieuwe geld. Volgende aflevering gaan we het hebben over nieuw geld. De oligarchie. Ah. En we gaan het ook hebben over jongere partijen. De invloed van de jeugd. Precies. Nou, dan hebben we nog veel stof om te bespreken. En we zijn nog niet uitgepraat. We zien jullie volgende keer. En vanuit Ommen. Tot volgende keer. One love.